zwaaien, jongens. Nou, enthousiast, ja. Herkenningspunten van je vroegere trainingstrajecten die je toch nog eens terug te houden, maar er is zoveel veel veranderd. Dus als je daar een poosje moet leven, dan kan je het niet meer. Ja? En wat? De sticker niet gevonden. Nee. Hij zit ook nog in mijn binnenzak, de sticker. We moeten dus nog drie nummers gaan spelen, maar we wilden eigenlijk net de sticker gaan opplakken. De opmars van La Ballerouche moeten we spelen. En dan nummer 3 is Hey Soul Sister. Hey Soul Sister. Hopelijk zijn er ook beelden van. Ik heb geen idee of het ook gefilmd wordt. Dit wel in ieder geval, maar bij deze. We gaan hem zo opplakken. En we geven jullie ook meer info over de rest. Hey!
nu de sticker gaan opplakken. Horen jullie het? We gaan nu de sticker opplakken. Ons optreden zit erop. Yep. En we hebben wat jeugdleden meegenomen. Kijk. Hey! We spelen bij ons voor de jeugd. Kom maar. Kom maar jongens, kom maar. Wij dachten, is misschien wel leuk dat hun een mooi plekje gaan uitzoeken voor de sticker. Aangezien het nu wel echt begonnen is, de challenge. Ja. Want hij is op Koningsdag gevonden door Bernard. Zeker, die waren erg fanatiek. Lisa, die krijgt de goodiebag. Gefeliciteerd in ieder geval. En we plakken hem nu op, gewoon ook om te laten zien van we zijn hier ook geweest. En er is dan wel geen ander orkest, maar doet er niet toe. Onze jeugdleden vinden het superleuk om het te doen, hoop ik. Ja! Ja. Oké, gelukkig. Wij gaan een mooi plekje uitzoeken. Zit hij goed, jongens? Ja, hij zit vast. Hij zit. Gaan we even kijken. Hieronder. Nou, dat was het weer voor vandaag. We hebben kort, voor mij duurde het urenlang. Dat was niet heel spannend, maar we hebben weer onze bijdrage geleverd. En zoals jullie ook hebben gezien, we hebben de challenge weer voortgezet. Zeker. En vrijdag hebben we de Stap to Zeist. Dus kom je daar kijken en wil je een leuke prijs winnen, ga die sticker zoeken. Want we gaan hem weer ergens op plakken. Zeker. Voordat de tap begint uiteraard, anders heeft het ook vrij weinig nut. En we zien jullie volgende keer weer. Precies. Bye.